It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag, hoeveel is het zien niet eens? De 29ste? Nee, niet waar. De 23ste, ik kan net zeggen, het is nog niet 25 september geweest, mijn trouwdag is het nog niet geweest. Ik kan net zeggen, hoe kan het dan 29 zijn? De 23ste dus, september van de 9e, 2024. Ja, dat is hoor ik eens kost wanneer je zelf stil zit, hè? Ja, echt waar. Maar in ieder geval, het is dus maandag. En de vakantie is weer voorbij, de 3 weken. Dus, wie komt er? Onze Willy weer. Ja, want daar ben ik weer wel weer blij mee, ja. En geen één huishoudelijke hulp is echt schoon, hè? Nee. Het is een beetje hier langs en een beetje daar langs en het is klaar. Ja. En heb ik donderdag gemerkt. Afgelopen donderdag, toen ik het zelf gedaan heb. Nou ja. Ik denk dat ik het één keer in de zoveel tijd mag eens eventjes inderdaad zelf de doek er weer erbij gooien. Als ik me goed voel. Enkel als ik me goed voel, dan doe ik het. En anders, dan moet ik het een week opschorsen of zo, weet je wel. Oh ja, ja, tante Willy komt zo meteen. Oei, oei, oei. Komt tante Willy zo? Ja, hé. Oeh, dan worden we weer gek, hè. Joh, maar het duurt nog wel even, hoor. Ja, die klok die is nou een beetje voor. 12:21. Ja, zoiets. 12:21. Ik ben helemaal voor. Ik heb 12:25. Maar ja, in ieder geval. Het is vandaag dus maandag en Willy komt dus. En ik doe vandaag niet zoveel. Want ik heb trouwens alweer een wasmachine draaien, ik heb de droger draaien en ik heb een paar dingetjes opgehangen. Wat ik niet in de droger vertrouwde, ik denk dat hangt maar op. En ik zie toch iets, ja dat dacht ik al, er zit een streep op mijn bril wat ik niet fijn vind. Dus die moeten we er even afhalen. Ja, allebei de glazen. Ik moet maar mijn schoonmaakbakje weer pakken. Die ik van mijn mannetje heb gekregen. Er zit een hele waars overheen. Ja, nou valt het wel mee. Zo. Ja, ik heb mijn mooie rok weer aan. Al zeg ik het zelf. Ik vind hem zo mooi, zo mooi. Ja, echt. Maar in ieder geval, die ken ik ook aankomende maand aan. En daar moeten we ook alweer mee beginnen. Even mijn huisje weer heks maken. Ja, ik heb niet veel hoor. En dat hoeft ook niet. En ik moet hopelijk, ik moet van de week even naar de raflijn, wil ik zeggen, naar de schoten toe om mijn heksenbezems te halen. Ja, moet ik van de week heen. Die heb ik ook nodig. Die moet ik langs mijn booster doen, hè? Ja. Zit je daar zielig? Hé, hey. Koekoek, wat zit je daar zielig? Hé? Moeten jullie naar buiten? Oh, dat gaat het kopje wel, hè? Naar buiten? Ja, dat kon er net niet zo snel, hè? Toen ben je maar heel even buiten geweest net. Ja? Ja? Boefke. Nee, het enige wat ik wel vandaag eventjes moet doen, dat is dus editen. Ja, dat moet.
Die afwas die loopt me niet weg, maar dat, ja, dat moet ik weer opbouwen. Ik loop weer een beetje achter, dus moet gedaan worden, zo simpel. En ook voor elkaar moet ik het doen. Want stel je voor dat ze alweer doorgestuurd hebben, dat weet ik nog niet. Nee, ik weet er nog niks van. Maar in ieder geval, dat moet ik in ieder geval doen. Voor de rest, ja. Oké, hun cookies zijn bijna op. Dan heb ik er nog maar één van. Die deel ik dan door twee. Hè. Maar ze hebben nog Trumpie ook. Dus die cookies die kan ik van de week nog wel kopen. Wat is dat nou weer? Sorry, ik weet niet zeker of... Nee, ik heb het niet tegen jou. Gaat ze hier via mijn telefoon, gaat de Google Hub een tekst intypen. Van, ik weet niet zeker of je het tegen mij hebt, maar hè? Hoe dan? Ik roep het toch niet? Nee. Maar in ieder geval, het is een beetje vreemd, gek weer. Het is bewolkt, het zonnetje wil er doorheen. En dan is die waar die er doorheen wil komen heel erg scherp. Zoals nu. Maar daarnet miste het ook, maar je zag de poort niet nat worden. Dus ja, hoe dan? Dat dus. En het is 17 graden, ook dat. Hé, dametjes van het goede leven. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie een hele, hele, hele fijne, liefdevolle maandag toe. Geniet ervan met wat je doet. En geniet een beetje met deze kant mee. Ik zou zeggen, tot later. Nou, die zit een beetje vreemd te kijken. Want er gaat er eentje naar boven, maar die komt zo weer naar beneden. Hè? En dat is onze Willy, ja. Die komt voortaan wat later, hè. Ja, dat wisten we niet, hè. Nee, maar zie ze wel, ja. Hé? Ja. Je zeker te weten. Hé? Waar is Willy dan? Waar is ze? Boven? Ja? Is Willy boven? Jij. En gaan wij zo dan eindelijk lopen? Ook dat, hè? Ja. En het is warmer vandaag dan het eigenlijk zou. En het zonnetje schijnt en dat zou weer niet. We zouden regen krijgen en het zou vandaag 18 tot 19 graden zijn. Warmer zou het niet worden. Nee, en wat is het? 20 graden. En wat heb ik aan? Een winterrok. Een panty. Ja. En een truitje met drie kwart mouwen. Met een topje eroverheen. Een hempie. Ja, ga maar even een hapje eten, kind. Gelijk heb je. Hé? Joi. Jij, kind. Oh, ben je zo lief dan? En ben jij zo lief dan? Jij. En Willy is gelijk, denk ik, met mijn bed bezig. Hè? Ja? Want die gaat erop, die daar al in zit. Een zwaartedeken. Lekker hoor. Lijkt wel rijstkorreltjes of zoiets wat erin zit. Wat je voelt. Maar ja, wat erin zit, zit erin. Er zit in ieder geval wat in. Ja. Hé? Ja toch? Ja toch? Ja. Ja, het is waar. Ja. Het is waar. Komt ze weer? Komt ze weer? Ja! Hé? Dat koppie. Hé, dat koppie. Hij loopt zwaar hoor. Maar wat zit erin, Deb? Wat denk jij? Als je voelt, lijkt wel rijst. Wat erin zit. De vulling. Lijkt net rijst of zo. Nou, misschien kapok. Ja, je weet niet, hè? Nee. Nee. Nou, veel werkplezier. Ja hoor. Doei, doei. Hoi. Ja, lieve vrienden, we gaan weer naar bedje toe.
ben al met de meisjes uit geweest. Het is heerlijk weer. Het heeft vanavond wel wat geregend, maar niet noemenswaardig. Als je de lucht zag, leek het wel 7 dagen onweer en een maand lang regen. Maar het heeft allemaal mee. Het is allemaal meegevallen. En we gaan nou lekker een beetje toe, want het is alweer laat genoeg. Het is 17 minuten over 2. Dus ja, dat. Wie gaat er met vrouwtje mee? Gaan we een bedje toe? Gaan we een bedje toe? Ja, hè? Zeg maar ja. Rijke zal me weer op de speelgoedbak leggen, zoals normaal. En ik zeg, we gaan gewoon lekker slapen. Dus ik begin al te gapen. Oh, hi jongens. Jeetje. Dat dus. En ja, morgen om 1 uur komt Erwin weer. En morgenmiddag komt Marianne. En dan gaan we kaart leggen. En met de pendel. En gaan we weer een gezellige middag ervan maken. Ja, dat dus. Dat komt allemaal goed. Ik heb al vol goede moed. En we gaan nou er van tussen. En wie weet vallen we eerder in slapen dan de Russen. Ook dat remt allemaal. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, ik ga met mijn hoofd op het kussen. Ja, ook dat nog. Als jullie dat nou ook doen. Ja, maar hou even fatsoen. Handjes boven het dekbed. Of dekens, het is maar net wat je hebt. Dus ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard, morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.